Van harte welkom op het kanaal van Miraije Online. Mijn naam is Miraije van Rijn en uh, ja, welkom bij jouw maandlegging. En deze maand even anders dan je gewend bent. We gaan per element kijken op het gebied van liefde, relaties, zielsverbindingen, tweelingzielen, karmische verbindingen. En ja het kan zijn dat je denkt dat je misschien in een zielsverbinding zit, maar toch met een karmische verbinding te maken hebt. Het is wel allebei karmisch. Maar als het niet de zielsverbinding is, maar karmisch, heeft het met uh, wat toxic dingen te maken. Maar vooral met heling van de ziel te maken. Uh, en dit is de, uh, het element water waar we voor gaan kijken. Ik heb tot nu toe al hele mooie leggingen uh, mogen doen voor jullie. Dus ik ben ook ontzettend benieuwd wat dit gaat brengen. En ja, jullie zien hier drie prachtige cadeaus liggen. En uh, allereerst ga ik jullie even de maankalender laten zien. En jullie maken kans op één keer een maankalender van 2023 aangeboden door Hjeva uitgeverij en superleuk en dan hebben we uh, van tarot.nl uh, hebben wij deze decks en je maakt dus één keer kans op het moon and stars en één keer op het rozen-orakeldek. En daar ga ik ook mee werken in deze legging. Dus wil jij kans maken op een van die drie leuke prijzen? Laat dat eventjes weten in een reactie. Maar laat me wel even weten waar je dan kans op wil maken. En misschien wil je er wel bij vertellen waarom. Uh, kan misschien altijd voor mij een extra reden zijn. Dat ik denk, jij wordt het. Uh, ik kies altijd op mijn gevoel. Ik laat dat sturen en uh, het universum beslist. En ja, als jij uh, eventueel je reactie achter wil laten, zou ik dat ook heel fijn vinden. Je duim omhoog. Ben je nieuw? Je kunt je altijd gratis abonneren. Vergeet niet je notificatiebelletje. Maar ook voor de vaste abonnees die misschien dat belletje nooit uh, ingedrukt hebben. Doordat je dat notificatiebelletje aanklikt, uh, blijf je altijd op de hoogte van alle nieuwe video's. En leuke winacties en alles uh, meer, eigenlijk. En ik heb nu een roze orakelkaart voor jou. En dat is heilige wateren, voeding toevoegen. Gezondheid, rust en. Zelfzorg. Voor alle watertekens is deze reading. Samen met de reonie. Oeh. Herkenning van de ziel. Samenwerking. Partnerschap. Vriendschap. Alsjeblieft. Is dat mooi of is dat mooi? Dan gaan we uh, eens even kijken wat de romantiekkaarten voor jou voor de maand december als boodschap willen geven. Eens even kijken. De scheiding, een tijdje gescheiden zijn van je partner staat voor de deur. En daar moet je niet van schrikken, want dat kan heel breed zijn. Dit kan de waarde zijn: de partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. Dus dat kan heel goed zijn dat er even een, een, een stilstand is in het contact of even wat afstand is, waardoor je je misschien wel gescheiden voelt. Misschien heb je er wel eerder een relatie mee gehad in uh, dit leven, maar dat kan ook heel goed in een vorig leven. Uh, hier wordt heel duidelijk gezegd, de partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. En dan hebben we hier, laat de controle los. Laat deze situatie zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Zo, even kijken dat we daar goed ruimte voor maken. Ik denk dat ik het even zo neerleg. Ja, en ook het wijsheid orakel gaan wij hierin betrekken. En ik heb tot nu toe zulke mooie leggingen gedaan. Ik ben heel erg onder de indruk van het enorme proces van, uh, van jullie allemaal. Het is, het is zo ontzettend mooi wat ik zie. En dat gaf ik ook in de andere readingen aan. Check eens even vanaf uh, Mercurius Weegschaal. Video's, als je dat leuk vindt, dan zie je eigenlijk dat hele helingsproces, dat groeiproces. Uh, check ook de nieuwe maan en uh, volle maan readingen op, het gebied van liefde. Als je dat, nou, dat moet niet, maar als je dat doet, dan zie je eigenlijk een hele rode lijn, maar dan zie je dat zo helemaal groeien, ontwikkelen tot waar je nu bent. En dan snap je eigenlijk het geheel ook nog meer, als je het leuk vindt natuurlijk. Ademhalen. In cirkels ronddraaien. Nou hé, hey. ja, we draaien altijd in cirkels rond. Uh, want dan gaan we weer een nieuw proces in. En uh, als een cyclus voltooid is, gaan we naar een nieuwe cyclus. Ademhalen is heel belangrijk om helemaal even tot rust te komen. Prachtige kaarten ook van het orakelwijsheid dek. En ja, ik wil nu gewoon lekker met de tarot beginnen. En we gaan eerst eens kijken hoe staat die ander erin? Wat, wat speelt er nu bij die ander? Laten we daar eens naar kijken. En dan ga je straks ook begrijpen waarom ik dit doe. Dat leg ik je zo ook al even uit. Oké, okay, nou, die wilde er echt uit. En 9 van Bekers vervulling. Dan hebben we. Bekers 10. Dan hebben we paasje van uh, staven. En dan hebben we 8 van staven. Dingen gaan dus ook heel snel. 9 van bekers. Het is ja, vervulling en iets wat compleet is. Het is zo goed. Het wordt alleen nog maar beter. En dat is bij, wat bij de ander aan de hand is. Paasje van staven. Deze persoon die gaat of goed nieuws naar jou sturen of zit zelf op bepaald nieuws te wachten. Wil dat hart ook lekker uh, dat dat weer op gang komt. Dus die wil eigenlijk een beetje geprikkeld worden. Uh, en dan gaan dingen ook heel erg snel. Laten we eens even kijken hoe het bij jou zit. En ik ga natuurlijk straks ook nog wat verduidelijking erbij pakken. Maar dit is wat bij die ander speelt. Eigenlijk ja, niet heel spannend. Maar ja, dat is ook wel eens even leuk dat het gewoon allemaal. Heel gewenst is. Nou, eens even kijken. Vijf van munten. Jij hebt een bepaalde angst om in de steek gelaten te worden. Je bent jezelf ook nog aan het beschermen, dus jij zit nog in een bepaalde angst. Dan mag je daar uitstappen uh, in die stoere ramme-energie, huppeté-structuur, leiderschap, uh, leiding nemen. Meer maling durven hebben aan uh, uh, ja, je angst, eigenlijk. Dus veel meer regeren, veel meer controle krijgen. Maar wat doen watertekens? Die gaan heel snel in de energie van de ander mee. Zijn heel erg empathisch, kunnen daardoor zichzelf wel eens een klein beetje opzij zetten, offeren. Belangrijk, neem leiding. Dat mag ik tegen je zeggen, maar dat ben je ook al aan het doen. En dan de gehangene, de hanging man. En dat geeft eigenlijk aan dat je dingen vanuit een ander perspectief gaat bekijken. Je hebt misschien het idee: ja, we staan stil, niets is minder waar. Uh, we kregen ook hè, in cirkels ronddraaien. Ja, als jij in je eigen cirkel blijft ronddraaien, dan verander je dat ook niet. En dat heeft met die angsten te maken. Durf dus uit die angsten stappen. Durf dat beest in de bek te kijken. Van wat is dat dan? Wat triggert me? Wat is me overkomen? Ridder van staven. Uh, of negen van staven. Hoe kom ik nou maar bij de Ridder van staven? Laat ook wel zien dat je gewoon angst hebt. Um, he, dat je jezelf heel erg wil beschermen. Maar eigenlijk ja, kun je het al lang nelen. En door dingen vanuit een. Ander perspectief te gaan bekijken en in die fase zit je. De fase van uh, stilstand in jouw beleving. Nee, dat is niet zo. Wel een fase van stilte. Daardoor uh, komt dit hè, van de ander ook vanzelf naar jou toe. En dan hebben we hier de kaart van de dood. Want dit is namelijk de rij. Waar gaat het naartoe? De dood. En dat is een hele mooie kaart. Tien van Zwaarden. Super. Zeker in deze positie. Koning van Zwaarden. Bam. Echt niet normaal. Ik moet even zuchten. Dit is zo mooi en er komt zoveel energie naar boven. De dood. Dood en wedergeboorte, herrijzing. 1 plus 1 wordt 3. Verhaal van de 1, jouw verhaal, dit proces, dat proces los van elkaar komt samen in dit verhaal. Dood en wedergeboorte, een heel nieuw begin, uh, oude jassen uitdoen, oude patronen achter je laten, het verleden achter je laten. Er komt gewoon een hele rebirth aan en je bent niet de enige element die dat uh, ervaart, want dat heb ik bij anderen ook gezien. Team van zwaarden, overgang naar een nieuwe structuur. Jullie kunnen nadat jullie door die processen heen gegaan zijn, bij jou is het iets intenser, zeg maar. Dit ligt er best makkelijker bij, dit ligt ietsje ingewikkelder. Ben jij eenmaal door dat stuk heen en ga het niet forceren. Kun je dat ook echt achter je laten. Dan, dan heb je die angsten niet meer. Uh, dan durf je wat meer te vertrouwen. Koning, zwaarden is uh, verstandelijk, rechtvaardig, recht door zee. Uh, jullie komen er samen op een hele eerlijke manier uit. <tus> <tus> um, ja, ik voel nog veel meer. Ik moet even goed voelen en luisteren. Ik ga eerst even naar de wereld. En. Um, uh, maar dit is wat ik zie: die is, die wedergeboorte van jullie. Samen tien van zwaar het verleden achter jullie laten. Balans, rechtvaardigheid, kennis, de wereld, de, grootste, de, de hoogste grote Arcana-kaart. Alle elementen doorlopen, alle lessen doorlopen, beide. En dan gaan jullie in een hele nieuwe fase met elkaar terechtkomen. We gaan kijken met de herstelde orde voor verdieping en verduidelijking. En ik ben echt ontzettend benieuwd. Dus uh, hier ga ik het even doen, want ik zit hier achter een statief. Dus ik moet daar omheen werken. Dus misschien dat soms de camera beweegt, maar dan weten jullie waardoor. Ik doe mijn best van niet. En ja, ik wil eens even kijken op die paarsje van staven. Waar is die persoon dan op aan het wachten? Wat voor nieuws gaat die persoon nieuws sturen, nieuws ontvangen? Uh, wil graag uh, dat het hart, dat hart wil graag in actie komen. En dat gaat ook ineens komen. Kan overroelen, krijg ik ook nog even door. Blijf bij jezelf. Munt 10: Veiligheid. Dus de ander wil veiligheid. De ander wil weten waar hij of zij aan toe is. De ander wil betrouwbaarheid. Ook de dood, zoals waar jullie samen naartoe gaan. Die ander heeft ook de kaart van de dood, en dat is uh, die wedergeboorte. Dood uh, betekent gewoon het oude losmaken, wat nog trekt, wat nog meegaat, laat gaan. Uh, maar dat gaat die ander dus doen. En dan hoef je ook niet aan te tornen of tegen de ander te zeggen, laat die ander lekker in zijn of haar proces. Dat zit helemaal goed. Ook de keizer. Dus zie je hier de keizer, daar de keizer, samen de dood en dan die rebirth eigenlijk. Uh, ook deze persoon wil uh, uh, zijn of haar verhaal gaan nelen en die zekerheid eigenlijk komen halen. Waar ben jij dan bang voor? 9 van staven en 5 van munten. Wat is hier aan de hand? Wat is jouw angst? Of wat zit jou nog in de weg? Nou. Nog een keer staven 7. Staven 9 uh, uh, van staven, 5 van staven. Bang voor verborgen vijanden. Er zit een angst voor dingen die je misschien nog niet ziet. En uh, je wil alles voor zijn. Je wil jezelf enorm beschermen. Omdat er misschien ook een bepaald gevoel is vanuit die ziel. Ja, maar als ik ga stromen, dan stroom ik goed. En ik wil niet meer gekwetst worden. Nou, dat bestaat niet. Je zal je leven lang gekwetst worden. Uh, maar het gaat om bepaalde gevaren. En je bent natuurlijk een heel gevoelig teken. Maar probeer je stap voor stap, staaf voor staaf weg te halen. Kijk, erken jezelf. Heel belangrijk, maar je gaat ook erkenning krijgen voor wie je bent. Maar dat begint bij jezelf. Hoe meer jij jezelf gaat waarderen, gaat erkennen, ga jij groeien. Ben je niet meer bang om in de steek gelaten te worden. Het gaat erom dat jij jezelf niet meer in de steek laat. Door jezelf erkenning te geven. En de kluizenaar, die geeft ook aan, dat is echt de maagdenergie. Hé, hey, je gaat eens even kijken, zo, je gaat erboven hangen, je gaat terugkijken, wat is er allemaal geweest? Je gaat het observeren, je gaat het analyseren en dan ga je het selecteren. En dat doe je echt samen met die hanging man, dus neem alle tijd, neem even die afstand, ga even in jezelf, volg je ziel. En de ziel ja, is eigenlijk waarheid, je ziel volgt uh, liefde en, en de ziel is altijd op zoek ook naar liefde. En die liefde bereik je door waarheid vanuit je ziel. Uh, ik wil weten waar die koning van zwaarden over gaat met de wereld. Rechtvaardigheid, het is niet te geloven. Iedere reading, alle vierde elementen, pakt op. Waar gaat dat naartoe? Justice, rechtvaardigheid, balans. Gevoel en verstand. Dit zijn eigenlijk neven van elkaar. Want die koning van zwaarden is twee keer lucht. Dit is lucht en intuïtie. Dus daar komt een, een nieuwe balans in. Uh, ook weer de som opnemen. Misschien toch een beetje ongeduldig. Maar die balans is zo ontzettend belangrijk. En dat zijn jullie samen aan het leren naar die nieuwe structuur toe. Nog een 7. Dus we hebben een 7. We hadden hier nog een 7. Hier, uh, even kijken, hier een 7. Het is allemaal onzekerheidszevens. En dat heeft met een angst te maken: van ja, is het echt waar? Mag het zo zijn? Niet helemaal durven kiezen. Dus het kan zijn dat jullie nog een beetje langer blijven hangen in dit proces. Omdat er misschien een bepaalde angst is om uh, keuzes te maken. Zwaar 10 laat zien: oké, okay, maar dat gaan jullie ook. Afsluiten achter jullie laten en dan ga je ook uh, die wereld door en die nieuwe fase in die nieuwe cyclus. En laten we ook Madame Lennemander eens even in betrekken. En uh, eerst eens even bij hem of haar kijken, dus bij die ander kijken. Even koeken, Lore. Speels zijn. En die trok ik eigenlijk op die negen van bekers. Speels durven zijn, die ander durft ook speels te zijn, die ander wil ook ergens wel een gokje nemen. Kijk, aas van uh, uh, harten, dus dat is uh, dat hart gaat stromen. Nou, dat mogen duidelijk zijn in die serie. Uh, recht op zijn of haar doel, dus dat hart stroomt, speelsheid, de gok durven nemen. En wat ligt er bij jou? En laten we eens even kijken waar die gehangen dan verder nog over gaat. bij jou. Misschien ook wel even interessant om dat met Madame Lenneman uh, eruit te vissen. Ik ben heel nieuwsgierig. Kijk, je bent jezelf aan het bevrijden van allerlei oude zaken. En om, die oude zaken, uh, om je van die oude zaken te kunnen bevrijden, hè, moet je die eerst wel helemaal observeren en analyseren. En dan ga je ze selecteren. Dan ga je ze vanuit een nieuw perspectief bekijken. Dan word je dat meester. Dan ga je jezelf bevrijden. Ik vind het fantastisch. Volg je innerlijke kompas. Waar gaat het naartoe? En ik wil kijken. Die... Laten we eens even naar die dood gaan kijken. Voordat hij eruit vloog. Een nieuw set kaarten. De laatste alweer van mijn voorraad. De Uilen. Op de kaart van de Dood. De Uilen. De Uilen is ook weer. Kijken, kijken, kijken. Ze is een nachtdier. Communicatie. In de donkere nacht en de dood is natuurlijk ook de donkere nacht. Dus in de diepste donker ga je opheldering krijgen. Let op dat je niet laat misleiden door jouw wensen. Maar jullie gaan juist door die diepte heen. In die wedigwordt gaan jullie opheldering krijgen door bepaalde gesprekken. Die worden jullie aangereikt. Samen. Nou hier nog een keer gesprekken. Dus er gaat heel veel communicatie plaatsvinden. Een hele nieuwe balans. Hier gaan jullie over communiceren. Dan komt die nieuwe balans er. Dan kun je dit ook achter je laten. En dan krijg je eigenlijk de kaart van de wereld. Dus ja, dit is zo ontzettend mooi. Want dan ga je de nieuwe fase in. En ik word er heel blij van. Uh, ik hoop dat jullie daar ook blij van worden. Laat het me even weten in de reactie. Vind ik echt superleuk. En. Uh... Je bent natuurlijk altijd welkom voor een persoonlijk consult. Bij mij in de praktijk. Telefonisch. Videobellen, waar je maar behoefte aan hebt. Dat doe, doe, doe ik wel. Uitsluitend op afspraak uiteraard. Uh, ik ben ook tegenwoordig wel eens wat vaker weer te bereiken op puur medium. Ben ik uh, ingelogd daar, dan laat ik dat even in de community weten of op mijn Facebookpagina. Uh, hè, maar dat ligt echt aan mijn schema, aan mijn drukte aan, ja, en mijn energieverdeling. Dus. Uh, Kijk gewoon even, anders kun je altijd terecht bij een collega. En als je hier genoegen aan hebt, is dat helemaal prima. Juist omdat er. Uh, uh, soms heb je hier gewoon echt genoegen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet de financiën hebben voor een echt consult uh, bij iemand persoonlijk. En daar, daarmee hoop ik eigenlijk dat ik heel veel mensen iets geef waar ze kracht uit kunnen halen, inspiratie uit kunnen halen, uh, op de been te blijven, uh, de rode lijn te kunnen blijven volgen. En ja, ik vind het gewoon heerlijk om mijn kennis, inzichten met jullie te delen. Uh, en daar krijg ik heel veel voor terug. En zo werkt het eigenlijk ook met de wet van aantrekking. Zo werkt het bij mij. Ik vind het leuk om te delen, waardoor ik ook mag ontvangen. En ik zou het ook leuk vinden als jullie de video's willen delen. Als jullie mijn kanaal willen delen. Want hoe meer er gedeeld wordt vanuit jullie van datgene wat ik deel. Kan het kanaal alleen maar groot worden? Kan ik nog veel meer gaan delen voor jullie? Nou, amen, halleluja, bezinning. Geef elkaar op dit moment wat meer ruimte. En lachen is de beste therapie. En liefde is het allerbeste medicijn. Maak samen veel plezier. Vrolijk en speels. En als laatste hebben we hier nog een keer, want die heb ik ook bij iemand anders getrokken bij een ander element. Evenwicht. Door een goede relatie word je ondersteund en uitgedaagd. Alsjeblieft. Lieve, lieve water-element-mensen, watersterrenbeelden. Ik hoop dat ik jullie hier heel veel inzichten, vooruitzichten, duidelijkheid en misschien ook wel inspiratie heb mogen geven. Laat het me even weten in een reactie. Ik vind dat heerlijk om te lezen. Gooi even die duim omhoog, kleine moeite. Alle informatie, leuke tips, linkjes, et cetera. Check even de beschrijving van deze video. Dank je wel voor het kijken. Heb een fantastische decembermaand. Wil je kans maken op een van die drie leuke uh, weggevers? Dan laat mij ook even weten waar je kans op wil maken in uh, een reactie hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende. Doei doei!